Ik ben Hanny van Dier van der Sar, geboren en getogen in Maassluis en nu woonachtig in Meidrecht. Ik ben lid van de Vrouwen van Nu omdat ik ruim 50 jaar geleden verhuisde toen ik trouwde met een boer. En je weet waar zijn koeien zijn, daar woont hij, dus dat werd een eind verhuizen. En toen ben ik lid geworden omdat mijn schoonmoeder ook al lid was en ik wou gelijk graag een chauffeur hebben. En mensen leren kennen doe je dan ook in een nieuwe omgeving door lid te worden van een vereniging. Ik hou van de holbeintechniek omdat door een eenvoudige rijsteek je zoveel kan veranderen en zoveel kan doen en zoveel kan accentueren. Enkel en alleen door een rijsteek te maken. Ik haal mijn inspiratie uit wat ik zie en wat ik hoor en wat ik ook wel eens meemaak en ook wat andere mensen doen. En soms wil ik iets versieren of gaan doen en dan zie je iets en denk ik, ja, dat kan ik ook en dat doe ik zo. Ik gebruik deze techniek het meest om achtergronden in te vullen, om iets te omlijsten en om iets te accentueren. Enkel en alleen door die rijsteek. Oh, het meeste waar ik trots op ben is niet wat ik ooit gemaakt heb. Ik heb heel veel dingen gemaakt, maar het is eigenlijk door de verschillende technieken die ik op de Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen of de Vrouwen van Nu allemaal geleerd heb. Door heel veel cursussen te volgen en door heel veel liefhebbende handwerksters te ontmoeten. Als ik een patroon wil gaan borduren, dan teken ik hem eerst uit op ruikerspapier, want dan heb je hem zelf al in je eigen computer zitten. En dan gaan uitrekenen wat hier allemaal op zit aan steundraden, noem ik dat dan. Van dat je hem precies in het midden krijgt en ook dat je later kan controleren, ga ik wel goed? Ben ik wel goed bezig of heb ik ergens wat vergeten? Wat je bij deze steek heel makkelijk doet, bij deze techniek. En ook regelmatig aan de achterkant kijken of het daar allemaal wel goed gaat. De draden afhechten doe ik later, als ik echt één doorgaande steek heb om die steekjes omheen te wikkelen, zodat je daar het minste van ziet. En dan spreid ik de draden ook nog in tweeën. Eén gaat die kant uit en de ander gaat de andere kant uit, zodat je daar het minste van ziet. Het principe van de holbeintechniek is dat de voorkant en de achterkant gelijk zijn. Je kan zien dat het een holbeintechniek is, vernoemd naar de schilderholbein. Die heeft de Engelse adel jaren geleden zo precies op het doek gezet en ook de mouwen die geborduurd waren ook nageschilderd. En daar kan je heel duidelijk zien dat de voorkant en de achterkant gelijk zijn. En daar is deze techniek ook naar vernoemd. Dit is de voorkant. En als je de achterkant ziet, dan is die gelijk. Dat kan je ook heel goed zien in deze rand die ik hier met allemaal vrije figuren opgevuld heb, maar allemaal in de holbeintechniek. Dus dit, zo ziet het aan de voorkant uit en als ik hem omdraai, zie het er zo aan de achterkant uit. Hier ben ik begonnen met de rijsteek dus, het patroon in het midden. En hier zie je van de weg die ik gegaan ben al rijgende. Deze steek is, die moet ik later nog een keer afmaken door nog een keer alle open vakjes op te vullen. Dat heb ik hier al gedaan. Dan kreeg ik ook het patroon wat duidelijker voor me. Want het krioelt wel. Je gaat wel van de ene kant naar de andere kant. En om aan te hechten neem ik dan een hele lange draad. Die doe ik dan dubbel. En dan steek ik eerst hier naar de achterkant. Hier de achterkant kom ik hier weer naar boven toe. Dan naar de achterkant. En dan pak ik hier de lus op. En dan steek ik hier de naald doorheen, tussen de draden door. Zodat hij vanzelf aanhecht. En dan ga ik weer naar de voorkant toe. Hiernaast. En dan kan ik gewoon het patroon gaan volgen wat ik hier al gedaan heb. Maar ik hou het patroon er altijd bij om de goede afslag te nemen. Want heel vaak, dat zie je hier ook, zijn die steekjes al zo dicht bij elkaar, ben je heel gauw geneigd om over te steken. En dat kan niet. Dit is een klein proeflapje en wat ik al zei in de eerste woorden, je kan iets mooi omlijsten. Dat zie je met de eenvoudige rijsteek die ik hier omheen gemaakt heb. Dan werd het een schilderijtje. En dat is de achterkant. Dit is, vond ik in mijn kast, een lapje. Denk, wat doe ik ermee? Ik maak allemaal sieren, maak lijntjes op, randjes op. Ik ben eenvoudiger begonnen en langer hoe moeilijker. En je kan een heleboel randjes maken in holbein als er maar één lijn in zit. En door de eenvoudige rijsteek kan je zoveel dingen doen. Iets omlijsten, iets
accentueren, iets beeld geven, iets, nou, heel veel, enkel en alleen door de eenvoudige rijsteken.